De ingenieurs van de Zuiderzee werken en Delta werken, dus natuurlijk, die werkten vanuit dezelfde traditie. Hè? Dus dat je met, het was een overheidstaak, er was altijd een dienst. Het was dus niet, we gooien het op de markt en de markt lost het wel op, hè? Dat niet. Mm-hmm. En men leerde van elke werker om het beter te doen bij het volgende. Nou, Nederland heeft, je moet het anders zeggen, opgaves. Dus wij hebben, in de wereld is een voedselvraagstuk. Wij krijgen steeds meer inwoners en wij hebben de vruchtbaarste gronden die je kunt bedenken. En de beste techniek en de traditie van landbouw. Ja. Wij zijn briljant daarin. Dus ja, wij moeten ervoor zorgen dat we goed voedsel kunnen produceren. Dat legt een claim op het landschap. Nederland is een uiteengelegde stad. Dus wij zijn een metropool en tussen, we zeggen Alkmaar, Meppel, Zwolle, Eindhoven en Hoek van Holland. Als je dat hier uittekent, wonen 13 miljoen mensen. Dat is evenveel als in Londen of Parijs of meer. Mm-hmm. Dat is een metropool. Ja. Maar die mensen wonen allemaal in kleinere steden, mm-hmm. agglomeraties. En die moeten dus voortdurend bewegen. En daar hebben we hele goede infrastructuur voor nodig. Anders raken we achterop. Ja. Dus we kunnen genieten van onze metropool die uiteengelegd is. Maar dan moeten we wel altijd bewegen naar school, naar het werk, naar de familie. Ja. We hebben een wateragenda, de klimaatagenda is niet gering. Daar heeft ons land erg veel last van, want wij hebben last van de zeespiegelstijging. Ja. En van de, dat zou je gevaar kunnen noemen, toch? Ja. Ja. We hebben, als je de krant leest, een opgave om steeds beter en schoner energie te maken. En daar hebben we nog niet het begin van gezien. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel grote werken, maar er zijn ook, bijvoorbeeld de overheid heeft behoefte aan betere technologieën, informatica. Dat soort grote opgaven, daarvoor zouden je die oude traditie moeten gebruiken die wij hebben. En dat doen we niet. Waarmee wij niet de Dust Bowl hadden of mm-hmm. de centrale planning van Stalin, maar iets ertussen. Ja. En dat doen we niet. Nee.